Welkom bij deze Villa Media Tooltip voor journalisten. Als journalist met een belangrijke vraag wil je dat je mail eruit springt. Eén manier om dat te bereiken is door je verzendmoment goed te kiezen. Door een mail niet om 6 uur middags, maar de volgende ochtend te sturen, zorg je ervoor dat je bovenaan de inbox van je bron staat als hij aan zijn werkdag begint. Natuurlijk wil je niet je wekker hoeven te zetten om een mail op een bepaald moment te verzenden. Daarom laat ik je in deze video twee tools zien die je in staat stellen zelf het verzendmoment van een mailtje te plannen. De eerste van deze tools is Mail Butler. Dat is een tool die werkt in Apple Mail en Gmail. Om MailButler te installeren surf je naar mailbutler.io. Daar klik je op sign up, waarna je het inschrijfformulier invult. Zodra je dat gedaan hebt ontvang je een bevestigingsmail met een link waar je op moet klikken om je account te activeren. Ik heb dat al eerder gedaan, dus ik log voor deze video gewoon eventjes in. Als je Gmail gebruikt klik je onder het kopje download op Gmail. Klik op toevoegen aan Chrome en vervolgens op extensie toevoegen. Wanneer je nu een nieuwe mail aanmaakt, zie je naast je normale verzendknop de blauwe knop Send Later. Klik je op die knop, dan kun je in het menu dat verschijnt aangeven wanneer je mail de deur uit moet gaan. Je kunt een datum instellen of aangeven over hoeveel minuten, uren of dagen je mail verzonden moet worden. Gebruik je geen Gmail maar Apple Mail, dan werkt het installeren van MailButler net wat anders. Ga opnieuw naar mailbutler.io en log in. Klik onder het knopje Download op Apple Mail. Je browser downloadt nu een zipbestand. En wanneer je dat opent, wordt er een app in je downloadmap geplaatst. Open de app mailbutler.app om hem te installeren. Je hebt hiervoor wel OS X 10.11 of hoger nodig. Wanneer je Mac je vraagt om het programma naar je Applications folder te verhuizen, geef je hem daarvoor toestemming. Log wanneer daarna gevraagd wordt in bij Mailbutler. Open je mailprogramma en stel een nieuw mailtje op. Je ziet nu dat er naast je normale verzendknop een nieuwe knop is verschenen. Door op deze knop te klikken kun je aangeven wanneer je mailtje moet worden verzonden. Een alternatief voor Gmail gebruikers is de Chrome plugin Boomerang. Deze plugin laat je in feite hetzelfde doen als Mailbutler, maar bevat nog een aantal handige extra opties. Boomerang laat je namelijk mails in je inbox opnieuw aan jezelf versturen, zodat ze op een door jou gewenst moment bovenaan je inbox komen te staan. Handig als je eraan herinnerd wil worden dat je een belangrijke mail nog moet beantwoorden. Je vindt Boomerang op de website boomeranggmail.com. Klik voor installatie op de knop Add this to your Gmail en klik vervolgens op Extensie toevoegen. Na de installatie wordt je automatisch naar je Gmail inbox gebracht. Wanneer je nu een nieuw mailtje opstelt, verschijnt deze rode knop onderaan. Klik je op de knop, dan kies je zelf op het moment waarop de mail moet worden verzonden. Zoals ik zojuist al zei, laat Boomerang ook mails in je inbox opnieuw tevoorschijn springen op het moment dat jij de tijd voor hebt. Wil je dat, dan klik je op het bewuste mailtje en klik je bovenin je scherm op deze gekleurde boomerang. In het uitvalmenu dat verschijnt, selecteer je het moment waarop de mail weer tevoorschijn moet springen. Een kind kan de was doen. Een laatste handige optie van Boomerang, de plugin laat je je inbox op pauze zetten. Dat zorgt ervoor dat er tijdelijk geen nieuwe mails meer binnenstromen. Die pauzeknop vind je hier. In de instellingen kun je aangeven of je een automatische reactie wilt versturen naar iedereen die je een bericht stuurt, of er mailadressen zijn waarvan berichten wel doorgelaten mogen worden, en of je de pauze automatisch wilt opheffen. Twee handige tools om je mailverkeer te stroomlijnen, dus ik hoop dat je er wat aan hebt.